Shout-out naar de persoon die dit heeft opgestuurd naar mij. Ik denk daar een brief in zit en een banaan. Dank voor dit pakket. Fanmail. Dit is niet grappig. Ik moet dus naar het politiebureau. Blijkbaar mijn vrouw in elkaar heb geslaan door Fortnite. Kijk, het was niet ik! Ik weet dat ik lijk op die guy, maar het was niet ik. Mensen hebben mij aangegeven, nu moet ik. Bedankt voor dit pakketje. Shout-out naar lokale politie Blankenberg. Real question is... wat staat er echt in die brief? Dat gaan jullie nooit weten, jammer. Maar het is niet door huiselijk geweld. Het is een strijk. Nu moet ik dus naar het politiebureau. Hey, thanks. YouTube is zo fun. Het is een geweldige hobby. I love it so much. De echte vraag is nu. Wie is de allerslechtste YouTuber van Benelux? Niemand heeft er een goed antwoord op. Sommigen zeggen These Games. Heel veel situaties zou ik akkoord gaan met die stelling, maar ik moet ook vanuit het standpunt bekijken van mijn kijkers. En ik had dus de vraag gesteld, wie is de allerslechtste YouTuber? En ik heb één inzending gekregen van iemand die had gevraagd van, yo, ik weet wie de slechtste YouTuber is. En toen kreeg ik dit. Hey mensen, als jullie het willen weten, het slechtste kanaal dat jullie willen zien, zijn echt hele domme filmpjes. Het kanaal heet Stijn Fortuin. Ja, dat is mijn broer. Hij probeert hele domme filmpjes te maken. Eentje toen ik jong was. Een ander gaat over een afstandsbediening die hij van boven tot onder heeft gefilmd. Wat? Stijn Fortuin is dus de slechtste YouTuber ooit. En hij heeft dus een video waarin hij een afstandsbediening... een afstandsbediening die hij van boven tot onder heeft gefilmd. Gewoon kwaliteit. Dit is gewoon nice. Wauw. Dit is dus een afstandsbediening. Beste channel die je ooit mag gezien hebben bij Hell Your Life. Lip Challenge. Hij is zijn ziel eruit aan het zuigen langs zijn mond. Als je zo donker bent van binnen, dan moet je soms even gewoon je ziel eruit zuigen door je stofzuiger. En dan stopt het gewoon. Je krijgt niet eens het einde te zien, de video stopt gewoon. Dit is een lip challenge. Ik denk dat mijn stofzuiger een beetje harder zuigt dan die van Stijn Fortuin. Ik maak serieuze filmpjes, er wordt serieus gelachen in mijn video's. Ik draag mij aan het feit dat de jeugd meer lacht in de laatste jaren. Daarom gooien jullie een like. Bij 10.000 likes doe ik een klerenkast video van al mijn kleren. Die jullie eigenlijk in elke video al zien hangen achter mij, maar... Het om echt is goed te... Zoals ik had bij deze foto. Rapper Boef en een kont. Het is gewoon het ding om in 2018 foto's van konten op Twitter te zetten en zo. Hij ziet er gelukkig uit. Shoutout Rapper Boef. Oké, let's have a good life. Doe versteek. Is dat vuurwerk? Yo! Slecht ding als ik naar die video's kijk dat ik dan ook zin heb om dat te doen. Hey, by the way, er komt nog een vuurwerkvideo aan dit jaar. Maar ik ben redelijk lang mee bezig omdat echt dat iets speciaals is wat ik wil doen. En ik wil niks spoiler over ofzo, want het is allemaal nog niet zeker, maar... misschien heeft het wel iets te maken hiermee. Misschien heeft het iets te maken... who knows? Misschien, als de broers het willen dan... misschien... Just fucking do it. Just fucking do it, man. Do the backflip. Just do it. Bakko. Mensen die salto's doen en niet kunnen, is zo fucking funny, man. Kijk, je moet gewoon geen salto proberen als je niet kan. Het is gewoon dom. Je bent gewoon een idioot als je een salto probeert, maar het niet kan. Je moet het op een bepaald moment wel leren. Ik had het ook geprobeerd. Ik weet niet over wat ik aan het praten ben. Ik had geen pijn, dat is fake! Dat is fake! Ik had geen salto gedaan, fake! Weet jullie wat de easter egg is van deze video? Weten jullie wie hier een jungle aan de rol is? Anyway, Millie! Producer van Jason Trill heeft mij een gekke salto zien doen. Wat een moment in mijn leven. Anyway, Millie die kijkt hoe ik die salto gewoon doe. Dit is ook gewoon een clean salto, bedoel. Ik had geen pijn, het is gewoon gelukt. Jullie willen niet weten wie er nog allemaal in die zaal was op dat moment. Het was zo de backstage van
Ik wil er eigenlijk niet over praten hoeveel mensen dat mij mijn salto hebben zien doen. Dat je de salto kan noemen of zo, maar... Drunk people do dumb fucking things! Als je ermee kan lachen, dan is alles leuk. Zo zie ik het altijd. Als er andere mensen plezier hebben, dan boeit het niet hoeveel pijn je hebt gehad. Oké, dat is echt een hele domme uitspraak. Zolang er mensen lachen met wat je doet, dan is alles oké. Als er een dag komt waar jullie niet meer lachen met mijn video's, dan moeten jullie gewoon allemaal commenten van jullie wagen niet meer grappig. Dan is het tijd om dit channel... te begraven. Beter ten onder gaan in het toppunt van je carrière dan ten onder gaan als je geen YouTube channel meer hebt. Want dan eindig je zoals al die YouTubers die nu geen subs meer hebben en niet meer stijgen en zo. En wij, de fam! Wij stoppen niet, snap je? Wij groeien nog altijd. Wij groeien elke fucking dag. Ik sta volledig los van al die YouTubers die aan Instagram volzetten met campagnes, dit, dat. Wij zijn real. Iedereen die naar deze video's kijkt, yo, onthoud, wij zijn beter dan al die anderen. Al die anderen, het video's, dit is het stoere deel. Heel veel mensen zagen dat daar niet meer is, maar... Het is er wel. Je moet gewoon goed zoeken. Dan kom je bij mijn video's en dan denk je van wow, kijk de guy. Met de gekste oorwarmers van België. Deze video's zijn voor de broers, snap je? Mensen die op zoek zijn naar quality content. Van eigen dien die elke dag moet uploaden in december. Of anders de rekeningen niet kan betalen. En zijn vrouw in elkaar moet slaan als hij Fortnite speelt. Want het zijn moeilijke tijden, oké? Ik hoor. Er is een video van TikTok op de deep web. Zoals je kan zien linksboven. Deze video's zijn geband van TikTok en geüpload op de deep website van TikTok. De Alpha Mail. Wauw. Wat een afgetraind lichaam. Welke vis is dit? Ik heb deze nog nooit gezien in Minecraft. Oh. Oh. De Alpha Mail. Wauw, fucking lichaam. Ik heb hetzelfde lichaam, maar jullie zien het nooit omdat ik veel te grote kleren aan heb, maar hieronder. 100% pure spiermassa. You're gonna cheer for me like that? Louder. Yay. Louder. Yay. Louder. Kanker. Kanker. Het zijn allemaal gebande video's, dit is. Al de video's die ik nu ga tonen zijn geband. Allemaal. Morgen niet op TikTok, omdat dit is child abuse. De sock grenade. Oh shit, no. Oh! Dit kan helemaal niet meer, yo. De deep web TikTok, het is. Jullie snappen niet hoe diep die gaat. When the cat hits the doink. Deze kat, hè? Niet smoken met je kat. Als je smokt, haal je kat weg uit die kamer. Anders eindigen ze zo. Jullie willen niet weten wat ik hier allemaal vind. Zo je fucking Leafy is hier. Is terug op YouTube. Niet op YouTube, hij is terug op TikTok. Hij is terug. Yo. Hij is een dans Chinees geworden. Leafy, what are you doing? What the fuck? Dit is ook Leafy. Dit is ook Leafy. Dit is ook Leafy. Oh shit. Dit was ook Leafy. Jullie kunnen zeggen wat je wil. Ik weet. Ik heb zo'n slecht gevoel van humor. Als je nog niet gelachen hebt, kijk dan nog een beetje verder naar deze video. Ik ga dan nog een paar mopjes maken. Willen jullie een mopje? Er is hier de tandarts gearresteerd omdat hij vrouwen betaste in de praktijk. Het artikel ging als volgt. Het is eigenlijk helemaal niet grappig, maar. 3 kwartier lang probeerde hij met zijn elleboog op de intieme plaatsen te komen. Dan ga je een keer naar de fucking tandarts, probeert hij met zijn fucking elleboog en je komt Blankenberg, dude. Dit is een fuck. Deze guy heeft te veel naar hot massages gekeken. Hij denkt dat hij die tandarts sessie kan omzetten in een andere sessie. Fuck die tandarts, man. Weet je hoe ze hem hebben gestraft? Hij mag nog geen vrouwelijke patiënten meer in zijn praktijk nemen. Wat is dat voor fucking straf? België is op. Dom. Ik denk dat ze heel het rechtssysteem moeten aanpassen. Gewoon alle advocaten en rechters moeten buiten gooien. En gewoon er jonge kinderen inzetten. Want de mensen die het nu aan het doen zijn. Kijk, deze guy gaat ook gewoon met zijn elleboog in de red van mannen gaan. Snap je? Het is geen verschil. Kont is kont. Dat heb ik net niet gezegd, joh. Ik ga je. Kont is kont! Ga even naar de tandarts en zo fucking elleboog aan je red. Wat de fuck doe je dan? Snelcursus, wat moet je doen als die tandarts en pedofiel is? Kijk, als er ooit een tandarts of een dokter probeert op intieme delen te komen. Kijk, neem gewoon altijd een mes mee naar de dokter. Ik denk dat het tijd is om deze video af te sluiten. Straks word ik gewoon nog een fucking. Sluit deze video af in stijl. Ik weet niet of jullie weten wat stinkhoer is. Ik had een beetje research gedaan en ik heb dit gevonden. Nou, als die kwam... Stinkhoer, stinkhoer, vuile goeren, stinkhoer. Vuile goeren, stink! Smash een like op deze video.
dan ga je nu naar de politie. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen weer. Dan maken we weer een nieuwe video. Ik ben out. Klik de link in de beschrijving om deze mooie oorwarmers te kopen. Dat is een grapje. Geen link in de beschrijving. Wel een bericht van mij. Tot ziens. Je tijd, het is klaar, dude. Het is fucking klaar. Nu gaat die guy een rare 9-11 zetten op mij. Top 2. Als ik nog één kill maak, ben ik gewoon fucking gewonnen. Ik had nooit gedacht dat ik een fucking winner ging nemen. Wat doe je? Wat ben je aan het doen?